What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalfijn. Goed, het is net 12 uur geweest, 's nachts. En dat betekent dat het officieel nu vandaag is. Dat is echt nu alweer de raarste zin ooit. Wat ik probeer te zeggen, je hebt het waarschijnlijk in de titel al gelezen. Ik heb besloten dat mijn vriendinnetje Nina een dag mijn leven mag bepalen. Omdat ik best wel een drukke jongen ben. Alleen Nina heeft soms wel eens zoiets van, ja gasten, kom neem maar eens een tijd voor mij, weet je, even chillen. Dus toen heb ik besloten, misschien is het leuk als ik Nina een hele dag mijn leven laat bepalen. Letterlijk gewoon, wat moet ik vandaag met mijn leven doen? Jij bepaalt het. En het wordt... Het wordt sowieso een ramp. Dat is zo, ja. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik heel veel zin in heb. Laat ik het daarop houden. En vervolgens is het gewoon tot morgen nacht om 12 uur ben ik helemaal in handen van Nina. Ja, het is echt... Ik echt gewoon onder de plak, noem je dat. Ja, en ik ben benieuwd of ik er gillend gek van word of dat ik het eigenlijk wel lekker vind. Veel kijkplezier. Hoe laat moeten we wekken morgen? Als het aan mij ligt, gaat hij om 6 uur, maar ik weet niet of jij daar zit. Nee, echt totaal niet. Ja, ik moet even in de callsheet kijken hoe laat we morgen op locatie moeten zijn. Oké, we moeten er om 10 uur zijn en we moeten dan hier ongeveer 9:30 weg. Dus we zetten om 9:15 de wekker. 9:15? 9:15 de wekker, yay! Oké, deal. Tristan. Goedemorgen. De dag is begonnen waarin ik officieel mijn vrijheid overgeef en inlever. Ik weet niet of dit een verstandige keuze is. Ja, je mag wel doen wat je heel erg graag wil doen. Jou aankleden, eindelijk. Je mag mij even aankleden. Gaan we eens een keer wat leuks aan doen. Ja, nou, ik zou zeggen brandlos. Die weet wel hoe mijn kasten eruit zien. Ik hou altijd wel een beetje van aparte combinaties. Nina vindt het leuker als het wat veiliger is. Veiliger? Noem je dat? Ik noem gewoon van wat classier. Nou, gewoon normaal. Ja, was ik maar een beetje normaal. Maar het zijn wel gewoon jouw kleren. Dus het is niet dat ik zeg maar een nieuwe outfit voor me heb. Nee. Leuk. Wat een verrassing. Oh, die heb ik echt lang niet meer aangehad ook. Nee, maar die was je wel een beetje vergeten die je had, hè? Ja, ik doe, oké. Wat is het? Nou, dat is prima, een zwarte skinny. Okay. En dan, wat ik heel leuk vind, is... Oh shit. Een zwarte pet achterstevoren. Schoenen. En schoenen. Even voor de duidelijkheid, zeg maar, dit zijn de kleren die ik normaal gesproken draag. Dus zeg maar roze en fucking rare shit. Dit is wat ik vandaag ga dragen. Dit is gewoon een soort gevangenis outfit. Nou, ja, wel. Dat is echt niet waar. Die vind je leuk, toch? Ja. Ja, dat vind ik leuk. Dat mag ik aan doen. Zal ik mezelf even omtoveren tot je droomjongen, ja? Dan zeg je dat ben je al. Dat ben je. Oké, dankjewel. Ja, ik ben leuk. Ik ben omgekleed, precies ja. Zoals jij het wil. Mijn lievelingsoutfit. Moet ik nog een horloge om of een ketting om? Ja, maar moet de ketting om die ik ook om heb. Waar is die dan? Weet ik wel. Zo, ketting is om. Nou, we hebben allebei precies dezelfde ketting om. Hoe cute. Gay. Ik voel me als een vis in het water in mijn basic boy outfit. High five! Nee, je zegt dat je basic boy bent, maar je bent gewoon een beetje classy boy. Classy boy is het Sims poppetje wat je als eerste krijgt. Dat is wel waar. Nee hoor, zolang ik maar bij jou ben is alles goed. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Wij zijn aangekomen bij het Student Hotel. We kregen namelijk een aantal weken een aanvraag binnen voor een fotoshoot. Voor de fashion chick. En ik twijfel altijd een beetje of ik dat wil doen. Want ja, andere dingen te doen, een beetje prioriteiten en zo. Ja, aangezien de fotoshoot op vandaag gepland stond, heeft Nina besloten dat we het gaan doen. Ja, dat is toch leuk. Dus we gaan lekker fotoshooten voor de cover van Fast Chick. Kan ik dit even elke dag krijgen alsjeblieft? Kijk dan, ik zie er gewoon een beetje normaal uit van. Nien, je mag bepalen welke celebration ik. Ja, ik mag alles bepalen, dus jij mag de bounty hebben. Nee, ik wil niet de bounty. Jawel, je moet de bounty eten. God op. Nu ga je gewoon, dit is gewoon de martelfase. Ja, dus je moet een bounty. Waarom zou je dat doen? Of je mag een Twix hebben. Ja, doe maar dan een Twix. Nee, gaf, je moet een bounty eten. Nee, flikker op. Nee. I just wanted the dove. Nee. Mag ik die echt niet? Nee, moet je eerst de hele dag lief tegen me zijn. En dan mag ik een dove. Mm-hmm. Moet je wel bij je houden. Mm-hmm. Jezus, het kut dit. Het is nu al echt helemaal, dit is nu al verschrikkelijk. Kokos met chocola. Ik voel me zo pooier, maar ik vind het wel leuk. Vind je het ook mooi? Niet voor dagelijks leven. Oh. Okay. De shoot is voorbij. Het is hartstikke goed gegaan. Ik heb nog steeds make-up op mijn hoofd. Wat gaan we doen? Ga ik doen? Nou ja, weet je wat meer is? Ik moet echt even werken tot 4 uur. Ik dacht, anders gaan we samen boodschappen doen. Maar ik kan jou natuurlijk wel even naar de winkel sturen om boodschappen te doen. Nee, we gaan gezellig samen. Oké. Okay. Okay. Gaan we gezellig samen boodschappen doen. Oké, okay, dan gaan we tot 4 uur werken. Want ik moet mijn video uploaden om 4 uur. Oké. Okay. Volg mij, abonneer mij. En dan gaan we even boodschappen doen samen. Oké. Okay. Wij zijn net thuis. Na een tijdje al. En we zijn... oh, wat je gaat er ook even van. Door de mazzel. Hey, het is er. Ja, maak je rare geluiden de hele tijd. We zijn al een paar uurtjes thuis. We zijn even aan het werk geweest. Het begint al een beetje donker te worden. Het wordt tegenwoordig fucking om 2:30 'smiddags al donker. En we moeten nog wel even boodschappen doen. En je liet me net even weten dat je daar geen zin meer in had. Nee, want we gaan vanavond nog ergens heen. Oké. Okay. Wat ik ook voor je heb bepaald. Ja, precies. En omdat we een shoot hebben gehad, maar het is super fiets. Dus ik moet nog douchen. Dus stuur je mij erop uit om boodschappen te doen. En ik heb zin in chips. Oké.
Ik heb hier net een half uur gezocht naar koning met pinda saté saus. Want ja, hier staan de saté sauzen. En dat moesten zakjes zijn. Hier staan de zakjes met saus. Maar ja, schijnbaar moet je dan drie schappen verderop zijn. Bij de fucking Konimax afdeling. En daar kun je het dan vinden. Kijk, dit is dus de reden waarom ik boodschappen doe. Gaar vind. Het klopt, het systeem klopt gewoon niet. Ook frikandel gehaald. Yes! Heb je al een opgegeten? Ik heb al een opgegeten. Ja, ik had echt honger. Ja, maar ik had echt van honger. Check even of ik alles heb. Ik weet niet precies of ik alles heb. Je hebt nooit bent vergeten. Wat ben ik vergeten? Dat weet je wel. Nee, wat ik helemaal in de video aan het begin had gezegd. Wat dan? Staat ook op de app. Wat dan? Mijn paprika Lay's Sensation Chips. Oh, zit hier niet. Oh, sorry. Ik zei dat in de video. Ja, sorry. En ik heb het zelf nog op de app gezegd. Ik heb het 2 keer gezegd. Je krijgt verdomme 1 opdracht. Altijd dat. Alsjeblieft. Toch wel plotten. Paprika's, Lay's chips. Er mag geen niks. Ik heb die als eerste gepakt. Ik dacht, die kan niet ontbreken. Missie geslaagd. Nina heeft dit gemaakt. Wat is het? Nasi. Nee, het is mee. Het is mee. Met kroephoek, ei en pindasaus. Waarom heb je mij niet laten koken? Dat vroeg me wel even af. Omdat ik mezelf meer vertrouw met koken dan jou. Ik heb liever dat ik het zelf doe, dat ik kan lekker eten en dan dat ik jou. Deze dag kon je van me eisen dat ik ging koken. Maar goed, dat hoeft er gelukkig niet. En we gaan de bodyguard kijken. Dat is ook op Nina haar keuze. Ja, je had ook kunnen kiezen om Say Yes to the Dress te kijken. Oh ja, ik mag alles bepalen. Maar we gaan gewoon lekker de bodyguard kijken. Dat is beter. Nee, we gaan iets anders kijken. Echt? Ja. Hoezo? Ja, ik was vergeten dat jij het ook leuk moet vinden. Wat gaan we dan kijken? Je wil even Riverdale! Ik heb Riverdale nog nooit gezien. Nee! Oké, gaan we lekker Riverdale kijken. Eet smakelijk. Goedenavond. 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 We hebben net lekker gegeten. Nina zei het tegen mij. Yo. Oh. Nina zei net tegen mij, hey, ik heb iets voor je. Mm-hmm. Kijk, we doen een beetje vrouwendagie. Dus mijn haar is nog nat. Ja. Dus het moet nog een beetje gefeund worden. Moet ik dat feunen? Mm-hmm. What the fuck? Dit wordt eerder een dag als Nina's hulpje. Ja, precies. Oké, haal de feun maar. Pardon? Haal de feun maar. Pardon? Haal de feun maar. Wil je dat even tegen mij zeggen? Wil je de feun even halen? Ja. Oké. Je had ook mij de feun kunnen laten halen. Nee, maar dan ben je echt... Ja, het vliegt alle kanten op als het feunt. Ja, maar je moet ook in een richting feunen. Ja, welke richting dan? Ja, toch naar beneden, maar dan moet toch niet zo. Kijk, je moet altijd zorgen dat hij zo staat. Want als hij zo gaat, dat is gek. Dat is gek. Zo. Ik ga hem zo. Ik kan niet zien wat ik doe. Ik ga hem dan verblazen zo langzaam. Nou, het feun is klaar. Yep. Tevreden, mevrouw? Yes, look at my shiny hair. Oké, ze is tevreden. Kijken, hoeveel uur? Nog 4,5 uur. En dan is de hel voorbij. Maar nu wil ik even een momentje voor mezelf. Alsjeblieft, mag het? Ik bepaal voor jou dat je... Zo. 15 minuten mag Fortnite'en. 15 minuten? Ja, want dan ben ik klaar met mijn haar krullen en dan gaan we knuffelen. Wat ga je nu voor mij bepalen dat ik moet Fortnite'en? Ja. Welke man wil niet dat zijn vrouw zegt dat hij moet gaan Fortnite'en? Ik? Nou, jij gaat maar lekker Fortnite spelen. Jeetje, dit loopt uit de hand. Ik had verwacht dat je alleen even zou bepalen wat voor kleren ik zou dragen vandaag. Nu bepaal je op de minuut wat ik wel en niet mag doen. 15 minuten Fortnite. Nou jongens, dan gaan we even lekker potje Fortnite. En 15 minuten Fortnite, snap je? We waren noeben, we waren het falen nu al, maar hoe je... No, mijn derde! Kak! Er mag één ding duidelijk zijn, ik ben niet de allerbeste Fortnite speler ooit. Dat heb je wel kunnen merken, denk ik. Fortnite is over, dus het is tijd om onszelf klaar te maken voor het meest legendarische feest ooit ever. Namelijk een van de Excite Party. Maar de dresscode is een soort... Animal Print Jungle Destiny's Child. Ja, oké, maar Nina Waring mag bepalen. Mag je aandoen van mij. Oké. Dat is wel lekker printy. En gewoon een zwart shirt met die broek en dat jasje. Een zwart shirt met een zwarte broek en die jas. Ja, dan lijkt je pas je bij Delo. Alright. Aanschouw, mijn outfit. Ik voel me echt zo'n mislukte vet van leer. Dit kan toch niet? En ja, een slang, zoals altijd. Joejoe. Oké, we gaan! Lekker met de Het is voorbij. Wat betekent dat de 24 uur waarin Nina mijn leven bepaalde voorbij is. En dat ik nu weer een vrije wil heb. Maar hoe leuk was je dag? Hoe leuk was mijn dag? Op een sterren van 1 tot 5. 5 vet leuk. 3,5. Doe normaal. Ja, was 3,5. Bedankt voor het kijken, de mazzel.